Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe video, een nieuwe update. Voor wie mij niet kent, ik ben Carien van Blondie Beauty Fashion en ik heb een dochtertje van nu 11 weken. En ik doe regelmatig updates over hoe het met haar gaat en hoe het met mij gaat ook een beetje. Maar vooral hoe het met haar gaat zo in de eerste tijd van haar leven. Het kan zijn dat je er hoort, want oma probeert haar in slaap te krijgen. Ik ga het een en ander delen. Ik heb dat ook gedaan voor mijn zoontje Niels. Die is inmiddels al bijna 3. Maar daar heb ik ook in de eerste, nou zeker in het eerste jaar, regelmatig updates gepost van hoe het met hem ging in zijn ontwikkeling. En nou, ik zal af en toe ook, in vlogs vertel ik ook af en toe wel hoe het met hem gaat. En af en toe benoem ik hier ook dingen. Hij is zindelijk, yay! Voor de nacht doen we nog wel regelmatig geluiden om trouwens, maar dat is eigenlijk niet nodig, maar is meer voor onszelf. Dat over hem, super knap, heel trots. En nu over Elin, die is dus nu 11 weken oud. Ja, het is een beetje af en toe een beetje een zorg. We zijn net weer bij het consultatiebureau geweest, dus ik dacht ik wacht ook even met het filmen van een update als we daar weer geweest zijn. Nou komen we er tegenwoordig elke week, want mevrouw viel af. Dat was een zorg. Eerst ging ze echt tot één streep omhoog. Toen werd het een beetje een plateau en toen ging ze ineens afvallen. Dus toen was er paniek in de tent. Bij mij niet zozeer, omdat ik dacht ze is veel vrolijker dan ooit. Dus misschien ging het gewoon te hard worden, maar ik weet het niet. Maar goed, dan moet je dus elke week terugkomen om weer te wegen. Elke keer terugkomen om te wegen. Toen was ze, even kijken, vorige week aangekomen. En dat was hartstikke goed. Ze was 140, 160 gram aangekomen en dat is goed. In een week tijd, ze moet ongeveer 100 gram per week aankomen. Maar vandaag was ze weer precies hetzelfde als vorige week. Dat is niet goed. Dus nu moeten we, nou eigenlijk moesten we dan donderdag weer naar het spreekuur komen. Maar ik zei ja, ik wil dan gewoon even, want zo'n spreekuur, ja, ik weet niet voor degene die het consultatiebureau kennen. Het spreekuur is gewoon met allerlei andere mama's en huilende baby's. En dan is het gewoon een beetje een half woord wisselen. En ze doen natuurlijk heel erg hun best om je te helpen. Ze nemen echt de tijd voor je. Maar je voelt ze ook een beetje, al die andere mama's met een huilende kind willen ook, zeg maar. Dan heb ik dat natuurlijk een paar keer gedaan inmiddels. Maar ik had zoiets, ik wil gewoon even nu, ik bedoel, het is nu al een paar weken, ik wil gewoon nu even gewoon een normaal gesprek. Gewoon even, dat we gewoon even de tijd hebben, dat ik me niet opgejaagd voel door anderen. Er zit een haar in mijn, trouwens een hele mooie nieuwe kettingje, ik weet niet of je het kan zien. Maar er zitten de initialen van Niels en Elin aan. Love it, van verder. Maar ja, ik wilde gewoon even dat er gewoon tijd voor ons was. Van oké, wees, nou, in welk scenario ook, want zeg maar, ze huilt ook veel. Dus dan was het van, we gaan nu eerst focussen op dat aankomen. Nou, dat vind ik prima, maar dan stel dat ze aankomt, hebben we nog steeds de andere troubles. Want er zijn wel meerdere troubles, waar vooral Sven steeds ook van zegt, ja, daar moeten we echt wat mee, want jij trekt dit niet. Sven heeft een koorts, dus die mag gewoon niks meer aan doen. Dus het komt dan allemaal op mijn schouders terecht. Dus nou, al met al, in ieder geval had hij zoiets van, we moeten echt hulp hebben. Nou ja, goed. En dat met het gegeven dat ze dus niet aankomt. Dus goed. Dus we hebben nu voor vrijdag dan gewoon een afspraak met de arts. In plaats van dat we weer in zo'n spreekuur moeten komen. Dus dat is heel fijn. En we hopen natuurlijk heel erg dat ze dan is aangekomen. Ze zei, alle andere issues moet je even aan de zijkant leggen. Het enige wat nu belangrijk is eten. Dus ik moet nu om en om borstvoeding geven. Dus de ene voeding borst. Ik begin 's ochtends met borst. Dan fles. En het mag ook gekolfde melk zijn uit de vriezer. Maar in ieder geval gewoon een fles. Dan weer een borst. Dan weer een fles. Dan weer de borst. Dan weer de fles. Dus dat gaan we doen. Ze heeft net zo waar een fles 180 gedronken. Wat hartstikke goed is voor haar. Want normaal drinkt ze niet zoveel. Dus daar ben ik echt wel heel blij mee. Maar ja, de voeding ervoor was overgeslagen, want dan kreeg ik er niet wakker. En dat vind ik dus ook een lastig dilemma, want ze zeiden, je moet elke 3 uur voeden. Tenminste, dat zeiden ze 2 weken geleden. Maar ik vind haar wakker maken voor voeding heel lastig. Want A, dan is ze gewoon eigenlijk te moe om te drinken. Want vaak duurt het dus vrij lang voordat ze weer wil slapen. Omdat ze zoveel huilt. Dus dan ligt ze eindelijk. En dan wil ik haar niet... En ze maken cyclus van 3 kwartier. En dan wil ik haar eigenlijk niet voor die 3 kwartier alweer wekken voor de volgende voeding. Dus ik wilde gewoon eigenlijk niet wekken. Omdat slapen natuurlijk ook belangrijk is om te groeien. Dus nou, dat is nog allemaal een beetje zoeken. Ja, ik krijg superveel fijne... verhalen en tips via mijn DM. Ook wel wat onder de zon, maar vooral in de DM. En dat is echt zo waardevol. Dat vind ik zo fijn om te lezen. Sowieso zeg maar herkenbaarheid. Maar ook gewoon van oh, heb je hier al aan gedacht, daar aan gedacht. Veel wordt op een koemelkallergie. Wat ik heel goed begrijp. Maar ik ben lactose-intolerant. Dus ik neem eigenlijk geen koemelkproducten. Het zou kunnen dat ik soms ergens in een cracker of zo verdwaalde. Hè, maar in principe neem ik het niet, dus ja, ik weet het niet. De andere die vaak wordt geroepen is verborgen reflux. En daar herkennen wij best wel wat in. Maar het is ook weer niet zo stabiel dat je echt denkt, nou, dus het is een beetje gissen. We nemen het allemaal wel, alle tips die ik krijg neem ik ook mee naar de consultatie. Van zou dit het kunnen zijn of kan dat het zijn? Verborgen reflux is wel een optie, maar ze... Nou, toen de tijd kwam ze nog goed aan. En toen zei ze ook van ja, weet je, dan is het eigenlijk niet fijn om aan die voeding te gaan morrelen. Of aan medicatie te geven. Omdat ze het gewoon supergoed doet qua groei. En lekker gaat het, die borstvoeding. Nu zou dat natuurlijk een ander verhaal zijn. Maar goed, we moeten nu eerst ons richten op het aankomen. Dus dat doen we dan maar. Verder, ja, los van dat ze dus niet fysiek niet groeit. Gebeurt dat mentaal zeker. Ze grijpt dingetjes. Ze had gisteren zelfs haar flesje zelf vast. Niet helemaal de goede houding, maar ze had hem zo vast. Ik kon hem gewoon loslaten. Dus ja, ze maakt heel duidelijk contact met je. Lacht als je grapjes maakt, zeg maar. En zo. En als je zoals vliegtuigje vindt ze leuk. Of liedjes zingen. Dan doe ik bijvoorbeeld met haar handje deze vuist op deze vuist. Vindt ze leuk. Of nou, heb je een boze bolletje. Vindt ze heel erg leuk. De muziekmobiel die hebben we dus tegenwoordig niet meer aan. Omdat ze nogal alert is. En daar een beetje... Dus ze vond het prachtig. Maar ja, was misschien niet zo goed voor haar. Omdat ze alles al zo prachtig vindt. Nu doe ik hem heel af en toe een keer 1 rondje. Vindt ze heel mooi. Maar soms moet ik hem ook gewoon even een losse slinger geven. Dus zonder het geluid. Maar ze vindt het ook gewoon prima om er een beetje naar te kijken. Nou, ze tikt dus veel tegen dingetjes aan. Af en toe houdt ze al een rammelaar zeg maar vast, maar niet heel gericht. Nou ja, buik liggen kan ze wel, vindt ze gewoon niet zo leuk. Dus ze maakt ook nog niet echt aanstalten om te draaien. Ze is ook gewoon meer omdat ze uit frustratie, denk ik, van dat ze niet zo wil liggen. Maar ze heeft gelukkig op zich wel een sterke nek en dus ze kan hem eigenlijk prima zelf omhoog houden. Ik weet eigenlijk niet vanaf wanneer dat echt moet, dat je het nekje niet meer ondersteunt. Maar volgens mij blijft het mentaal vrij lang doen. Ja, en ze heeft gewoon heel erg ja, 2 gezichten eigenlijk. Van super lief en vrolijk en goed lachs. Naar terror, gewoon totale paniek, krijsen, hysterie. Om in beeld te geven op de goede dagen... Slaapt ze goed, eet ze goed, is ze lief en gezellig en zit er gewoon ook een redelijk ritme in. Gaat ze ook vrij makkelijk naar bed. En op de slechte dagen is het krijsen voor en na. Zo erg dat ik op een gegeven moment zelf ook licht gestoord word. En dan huilend met haar door het huis lopen. Zelf ook huilend, allebei huilend, heel leuk. Dan wil ze niet slapen, niet eten, niet niks. En dat is lastig. Dus ja, er zit gewoon nogal een verschil. Gelukkig waren het voorheen vooral slechte dagen. En nu zijn er ook zeker goede dagen. Dus dat is heel fijn. Maar goed, het blijft wel pittig. Inmiddels gaat ze ook naar het kinderdagverblijf. Ze is nu... 1 keer een volle dag geweest, maar ik breng er nog geen volle dagen, want ik vind dat nog te veel voor haar. Omdat ze gewoon zo alert is en daar gewoon niet zo goed slaapt en zo, doe ik dat niet. Wat ik doe is, 's ochtends slaapt ze vaak goed, dus ik breng haar eigenlijk pas nader ochtendslaapje. En als ze dan weer gegeten heeft, dus meestal rond 1 uur of 11, half 12 breng ik eigenlijk pas die kant op. Tenminste, ik zeg nu meestal, maar het was pas 1 keer. Maar dat ben ik de komende keer ook weer van plan. Ik vind het dus gewoon heel lastig, omdat ze ja, gewoon zo die 2 kanten heeft. En nou ja, ik ben dan ook vrij snel, als ze dus weer in de goede sferen zit, denk ik, nou hè, we gaan de goede kant op en dan komt het allemaal goed. En Sven die heeft al zoiets, nee, Carien, weet je, kijk nou even over het geheel. Het is gewoon super zwaar en ze huilt gewoon echt heel erg veel. Ik denk, ja, maar vandaag was een goede dag. Hè? Dus ja, we zitten een beetje, hij vindt dan dat ik ook een beetje, bijvoorbeeld bij het consulten, maar echt gewoon even een beetje met mijn vuist op tafel moet staan. Er moet nu iemand ons komen helpen. Maar als ik een goede dag heb, zoals vandaag, dan vind ik dat heel lastig om dat te zeggen. Dan denk ik, ja, kan vandaag iemand mee gaan zitten kijken, maar die zegt, nou gaat toch prima mevrouw. Dus ja, dat vind ik lastig. Ik merk dat we heel erg proberen rust voor haar te houden. Dus bijvoorbeeld morgen gaan we naar de Apenheul en dan gaan we wel 's ochtends, omdat we anders gewoon, kijk, pas na Niels' slaapje, dan zouden we er om 1 uur of 4, 5 zijn. Dat heeft geen zin, dus we gaan 's ochtends. Maar dan denk ik wel, oh, maar dat is haar beste slaapje, lala. Dus ik probeer daar eigenlijk heel erg rekening mee te houden. Dus dit is eigenlijk voor het eerst dat ik dat niet doe. Maar goed, dat merk je wel, dat je daar ook een soort van, en bij het kinderafluif zei ze ook, ze wordt echt van elk geluid wakker. En toen dacht ik, dat klopte ook. Wij bewegen ons ook als ninja's door het huis, want de kraamhulp zei van, je moet gewoon lekker geluid blijven maken en dan wennen ze aan. Maar zij schrikt gewoon van alles wakker, dus ik kan er wel heel leuk gaan stofzuigen, maar dan slaapt ze niet. Dus ja, daar gaat ze heus wel aan wennen op een gegeven moment, maar nu is ze daar gewoon veel te gevoelig voor. Ik heb volgens mij in het vorige filmpje al verteld dat als we er geen kaart hebben, we deze ook met die kaart op haar grond zo omhoog ging. Ja, dat. En dat zijn ze bij het kinderaflijf ook van, dan zit naast de keuken en dan hoorde ze een bord of zo, dan was het alweer, ja. Verder, ze kletst veel, ze blaast belletjes. Ja, eigenlijk doet ze alles verder voorbarig. Ze liep echt wel voor in de ontwikkeling. Ik heb het gevoel dat dat nu ook allemaal iets normaliseert. Ja, wat ik zeg, maar op goede dagen zeg maar gevoel totaal niet dat er iets met haar aan de hand is. Op slechte dagen denk ik, nou help dit kind. Ja, het is heel, ik vind het heel erg lastig en ik vind het daardoor ook best wel zwaar. Ze ligt nu niet meer in de pukkenbaby. Want ze is best wel lang, dus dat werd gewoon wel een beetje krap. Ze vindt op haar handjes sabbelen ook heel fijn. Dan dacht ik dus, oh dan heeft ze misschien dorst of is ze moe. Maar dat is ook lang niet altijd het geval. Dus ja, dus nu ligt ze in de slaapzak. Wat ik wel merk is dat ze dan vaak koude handjes heeft. Maar ja, ze slaapt er gelukkig wel goed in. Ik was daar eerst nog een beetje huiverig voor, maar dat gaat gelukkig goed. Het is ook een lekker warm dingetje, dus ik denk dat ze het ook wel lekker vindt liggen. En dan doe ik er gewoon alleen nog een lakentje, gewoon een dun lakentje overheen. Gewoon wel dat het gewoon een beetje, weet je, dat ze toch een beetje die geborgenheid voelt. Nog een weekje vitamine K en dan stoppen we daar natuurlijk ook mee. Ze heeft wel een hele droge huid en daar gebruik ik vaak gewoon amandelolie voor. Dit is nou ja, voor iedereen, dat kan ook voor baby's en gevoelige huid en van alles. Dit is gewoon van de tuinen of Holland en Barrett heet het geloof ik tegenwoordig. Maar deze vind ik, of Holland en Barrett, I don't know. Maar deze vind ik fijn en ik gebruik ook, wat is die? Oh, nou, dit is de billenbalsem, maar de andere, zeg maar de gezichtsbalsem van de calendula. Ik denk dat ik misschien weer een windbalsem weer ga aanschaffen, want dat werkte bij Niels ook wel goed. Die is echt flink vet. Ze heeft nog wel vrij veel berg ook in haar haar, maar het zit wat vaster of zo dan voorheen. Dus voorheen dan viel het de hele tijd uit en dat is nu niet. Het zit nu gewoon een prima. Dus een beetje gek met kleding ook, want ze is gewoon dun in verhouding tot haar lengte. Dat is altijd geweest, want het wordt er natuurlijk niet beter op. Dus qua lengte heeft ze wel 62 nodig, maar dat zit vaak nog wel een beetje riant aan het lijf. Ja, nou ja, verder gaat het dus wel goed. En met mij gaat het ook goed. Ik loop nu bij de fysio voor mijn rectus diastase. En ze denkt dat er nog best wel veel te doen valt, zeg maar optisch gezien in ieder geval. Omdat ze door de diepliggende laag kan ik nog gaan trainen en het lijkt nog wel een soort functie te hebben. Dus dat is heel fijn. Ik ben dus bezig met Newborn Fit Mom en ik heb nu gisteren voor het eerst een normale workout gedaan. Dat ging eigenlijk best wel goed. Ik moet wel heel erg opletten welke workout ik doe, want ik mag dus van met mijn buik alleen maar de dingen van de fysio. En ik zumba weer. Dus dan doe ik nog geen gekke gespringen en gesprongen. Het moet allemaal een beetje tranquilo. Maar dat gaat eigenlijk wel aardig. Ik ben net ook van de consultatiebureau, dus ruim een half uur lopen ben ik deels heen gelopen. Daarna de bus genomen, omdat het anders op tijd technisch niet ging redden. En terug ook gelopen. En dat ging ook eigenlijk best wel goed. Dus nou ja, elke dag een stukje beter. Ik ben ook bij de manueel therapeut gezond, maar alles zat vast. Dus de fysio zei, nou, misschien moet je daar even heen gaan. Oké. Dus ja, nou, wat ik zei, Niels zindelijk, super knap, heel trots op. En die had van het weekend eens een allergische reactie, waardoor die helemaal onder de rode bult zat en alles ging opzwellen. Het was echt een beetje, het leek eerst waterpokken, dachten we. Toen dachten we, is het misschien vijfde ziekte? Toen dachten we, nee, dit gaat niet goed. Toen zei de huisarts, misschien moet je even langskomen. Nou, toen bleek het gelukkig niks vreselijk zijn, maar dus al een allergische reactie. Dus daar hebben we nu een spulletje voor. Ja, verder doet hij het gewoon hartstikke goed. Het is gewoon heel wijs, grappig, schattig, innemend kind. En ik kwam net een leidster van het kindaflap tegen en zei, ja, Niels die gaat naar de Apenheul morgen, hè? Daar had hij het al over. Cute. Ja, dus dat was het denk ik voor deze update. Ja, het is gewoon, Elin blijft nog een beetje in mijn zorg. Ik hoop dat ik de volgende update kan vertellen dat ze als de speer is gegroeid en dat alles goed gaat en dat ze niet meer zoveel huilt. En dat zou heel fijn zijn. Laat vooral weten hoe het met jouw kindje is en hoe oud en gewoon hoe het ermee gaat. Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook wel benieuwd of jij leuke tips hebt om te spelen met je kindje. Wat doe jij allemaal met je kindje van nou rond de 3 maanden om leuk met je kindje te spelen. Let me know, ik ben heel benieuwd. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ik zie je heel graag zondag bij een nieuwe vlog en anders misschien snel weer bij een nieuwe update. Dankjewel, doei!